Dat plan met de naam De Friese Norm is van de morgen presenteerd onder burgemeesters. Die hebben oorjoen dat ze weten willen hoeveel van de 64 Friese kazernes er nou krijgt dichtmatten. Hoeveel kazernes er blijven en waar ze staan, dat komt pas in het najaar. Het kan dus zijn 0 dicht, het kan ook zijn 7 of 9. Maar ze gaan alleen dicht als ze bijna overbodig zijn. Want we hebben alle vrijwilligers nodig om het werk te doen. Maar vanuit de beste plek. Verder worden de Utrechtieren onpast. Om een voorbeeld te Jan, bij een brand in een sporthal moet de brandwacht binnen 10 minuten aanwezig wezen. Op het Friese platteland met de spuitauto door een kwartier oer dwan. Die verromming had te krijgen met de weerziet van het Friese loon en de lege risico's op het uitbreken van bronnen. Neffens de vereniging van de vrijwillige brandwacht is het plan funest voor de veiligheid in Friesland. Kroon de tinkliek was van net en hoop het op stiepen van alle 1200 Friese vrijwilligers. Ik hoop dat alle vrijwilligers actief blijven. We hebben ze allemaal nodig. Dus als hier en daar een kazerne moet worden verplaatst, dan hoop ik dat ze gewoon meegaan en in een andere kazerne net zo goed het werk doen en net zo goed de gezelligheid hebben die ze ook willen. Terug de rommere Utrechtieren kent de brandwacht in meer dan de helft van de gevallen op die het komen. Op dit stuit arriveert de Friese bluswijn maar bij 1 op de 4 bronnen op die het.